Poh, ik heb toch echt verschrikkelijke tracks, hè? Kunnen we niet bij meer tempo beginnen van dit is de duurste? Poh, ik heb zo'n verschrikkelijke track, jongen. Oh! Jij hebt honger, toch? Nou, we hebben vandaag gaan we een hamburger van 5000 euro eten. Niet, een hamburger van 5000 euro. Ja, we gaan een hamburger van 5000 euro eten. Nou, heb ik al ooit gezien dat jij van geld houdt als jij even twee hamburgertjes haalt? Ja, ja, ja. Ga jij niet zo opeten? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wat doet Koen? Die eet het op! Fucking respectloos! Ah, dit is hem! Hey, daar is hij hoor! Dat is toe, jongen! Nee, nee, nee! Normaal doen! Zo! Dit is zelfs voor mij duur! 5000 euro, joh! Nee, maar Koen, joh! Geen zorgen! Oh! Jullie zijn er natuurlijk weer bij! Yes! Jullie weten wel hoe dit werkt, toch? Hoe dan? Van je weet wel, zo lekker zo die waterfles en dan die pot omhoog en dan... Waarom ruik je zo hard? Je moet drinken. Ademen. Straks snuiven mensen die hele fles naar binnen. Besef dat als je rustig drinkt, proef je het eigenlijk nog veel meer. Even voor de duidelijkheid mensen, je drinkt dus gewoon water. Maar in die pot, als je die activeert om omhoog te trekken, dan komt er geur vrij in je hersenen denken dan. Dus dat je iets anders denkt dan water, zou je gewoon water drinken. Ik heb helemaal geen cijfers. Nee, nul calorieën, je drinkt gewoon water. Dus als je dan dadelijk een hele dure hamburger gaat eten, heb je een beetje gecompenseerd. En het leuke is ook nog dat we een leuke kortingscode hebben. En dat is? Hashtag gevaarlijk lekker. Ik weet niet of een hashtag werkt. Nee, weet ik ook niet, maar ze zorgen wel voor. De link naar AirUp zal in de beschrijving staan. Even een tipje van mij. Je moet die strawberry lemongrass, die moet je echt proberen. Briljante tip! En nog een ultieme tip voor de ultieme sensatie. Probeer AirUp eens te drinken met bruisend water. Dat is echt die dikke tip van Flip, jongen. Maar als je nog geen ervaren drinker bent, koop dan gewoon het starterspakket. Kortingscode is gevaarlijk lekker. Welkom bij de aflevering Koken met Roelie. Vandaag leg een hap nemen van deze tomaat die blijkbaar 600 euro kost. We staan hier in het paleis van Robert, de Golden Boy. Breng hem naar de bank, want hij is van goud. Nou, hij heeft al een dag om zitten oefenen in zijn hoofd. Nee, hij bedenkt de Golden Boy. Ken je die van Fresco? Goed. Ja, nu weet u het wel, hè. Wij zijn wel benieuwd, hoe is een hamburger nou zo duur? En wat is het verschil tussen dit en dubbele wopper? Een klein beetje verschil. Nou, we beginnen met het broodje. Nou, dan pakken we gewoon een van de lekkerste champagne, Dom Perignon. Daar ben ik het mee eens, hoor. Dat is toch lekker, hè? Dat is wel pijn over. Ik noem het ook even over. Het is een mooi doosje. Klein beetje safraan doen we er doorheen. Oh, even de duurste kruiden ter wereld, omdat ze het met de hand plukken. Stoer! De Golden Boy dankt natuurlijk zijn naam, omdat de burger helemaal vergoud is. Dus het broodje hebben we helemaal verguld. Het mooiste is als je hem ook opeet. Want de hamburger ook kost 5000 euro. Moet je natuurlijk gewoon lekker met de handen eten. Ja, hij is 5000 euro, want dat stond ook mooi op dat ding wat we net gefilmd hebben. Maar is dat inkoop of verkoop? Verkoop. Ik had hem eigenlijk nog duurder kunnen maken, namens de formule. Als je echt zomaar de ingrediënten los zou nemen en afgewogen is... 4000 euro. Nee, 2000. Het is dus niet zo dat ik nu gewoon een Whopper kan gaan maken bij wijze van spreken. Ja, en dan zeg ik, oh, die is 20.000 euro. Dat ik al de duurste burger ter wereld heb. Ik hoop dat het zo was. Dus dat is eigenlijk mijn plan dat ik dit wereldrecord ging vestigen. Het bleek toch net iets anders te werken. Ja, dan zullen we over de hamburger even kijken wat er nog meer in zit. Dan hebben we broodje. Die hebben we al gehad. Over het broodje gaan we een mayonaise doen. Ik heb een mayonaise gemaakt van grote mayonaise van eendeneieren. Er zit ook een klein beetje safraan erin. Zie je ook een mooie gele kleur terug. Dan hebben we de slaan. Daar ga je heel veel over vertellen, heb ik gehoord. Ja, dit is Romeinse sla. Nee, botersla. Little Gem sla. Zit niet heel erg speciaal. Hoeveel kost dat sla dan? Dat is helemaal niks. Little Gem sla is ietsjes duurder, €2,95. Dus dat is een van de goedkoopste ingrediënten. Dan gaan we er witte truffel overheen doen. Zijn dat die truffels hier komen ze op een festival op gehad? Ah, dat je deze technici onze olifant ziet vliegen en zo. Moet je rijden in huis of niet? Ja, ja, ja. Ik zou geen burger eten. Okay. Daarna gaan we over naar mijn komkommers die ik maak. En een groene matcha thee, Japans. Van €600 per kopje. Wacht even hoor. €600 voor een kopje thee? Ja. Staat het gewoon normaal op de kaart, dan zonder prijs. Want iemand zegt van ik wil muntthee, oh, doe mij maar een gepekelde komkommerthee. En deze rekening is €608. Ik vind dat wel een goed idee. Dat is hier kant van tijgertomaat. Nou, wat we daarmee hebben gedaan, hetzelfde. Veel te dure zout gebruikt. Stoer. Definieer veel te dure zout. Nou, ik zou het niet kopen in ieder geval. Het kost natuurlijk heel veel geld, maar je bent hier ook wel echt ruim van tevoren mee bezig. Ja, dat zeg ik, maar een half uurtje of zo. Hallo, als we alles gaan bagatelliseren, hebben we helemaal geluid. Nee. Twee dagen ben ik er wel echt mee bezig. Maak een liefje tegen mij. Wat zit er in de kistje? Daar ben ik wel benieuwd naar. Kaas. Oh. Duurste kaas ter wereld. Kost €444 per kilo. Yes. Zo, dat hij ruikt niet heel sterk, hij ruikt een beetje zuivel. Nee, het is wel cheddar. Maar meer yoghurtachtig iets. Het is cheddar. Het is meer zuivelachtig. Diegene die echt verstand van heeft, eigenlijk een keer erbij. Je kijkt hem aan. Wat wil jij nou? Een balsamico zijn. Grappig als je dit flesje koopt, staat een nummertje op. Per nummertje wordt er geregistreerd wie je mee heeft gekocht en dan kan de leverancier erna kijken. Ah, dat is vast goedkoop dan, man. Ja, €2 bij de Aldi. Daarnaast zit er nog een kopje Luwak koffie doorheen. Dat is letterlijk shit koffie. Je hebt van die safraankat, hè? De stront. En dan eindelijk Rob, waar jij naar wilde vragen. Ja, en de bakkel. Rob, de soortgenoten, de speklappen. Ah. Dan hebben we daarna nog de uieringen. Nou, op uieringen doe je normaal gesproken eigenlijk wat de meeste mensen gebruiken is bierbeslag. Maar ja, voor een burger van 5000 euro vind ik bierbeslag
Ja. Als je van Bavaria maakt, weet ik zeker dat het geld waard is. Oké. Okay. Champagne beslag gemaakt, pango, lekker wat kruiden erheen. Zo voor mij is het mango, die spreekt verkeerd uit. Heeft het zelf bedacht? Oeh, wat als laatste hebben we? En die zijn vast niet goedkoop. 270 euro. En dan gaan we hem afroken. Een pafke roken. Met eikenhout, wat ik heb geïmpregneerd. Eikenhout? Eikenhout. Oké. Okay. En deze die doe je dan, die steken dan zo aan en dan gaat die rond. Dat is gewoon rook. Dat is echte rook. Ja, dit is echt rook. Ja, zo. Hey, ik heb een vraagje, hoor. Wat vind je van deze chick? Sla me gewoon een drankje over. Nou ja, mijn vriendin loopt hier ergens rond, dus ik zeg niks. Anders mocht ze een hamburgertje bij me komen. Yes! Hey, maar Mino, op welke leeftijd dacht je echt van, ik ga echt wel gaan worden? Het begon op mijn vijfde. Hey, maar kijk ondertussen hoe dit milkje wordt gegrild. Ja, ik wil graag één milkshake banaan, alsjeblieft. Maar hoeveel van dit soort, welke Mongolen kopen dit? Je lijkt YouTuber. Eentje mag ik niet zeggen wie het heeft gedaan. Willem Alexander, ik weet het. Ja, dat is helemaal. Van onze belastingcenten, verdomme! Wat ben je dan? Ik gokte wel. Maar wat voor koek? Klein beetje mayonaise erop. Dat is een klein beetje. Rob 5000 euro, ik denk zeg het even. Ik durf niet eens aan te raken, dat beurtje. Zo. Ah, mooi man. Nog een klein beetje meer. Hé, maar wie heeft gezegd dat ik kok was? Jij net. Ja. Dit is 5000 euro, man. Ik vind het wel zonde. Het mooiste vind ik, jullie moeten toch zelf opeten. Dus als je het verpest, dan is het mijn schuld, hè? Leuk. Hey, maar ga je dit nu weggooien, dat? Nee, ik ga straks gewoon lekker nog een burger voor mezelf maken. Maar mag ik dat proeven een beetje? Heb je dit nog ergens voor nodig, eigenlijk? Ik ben echt benieuwd. Ga je een grote hap mayo nemen, jongen? Kom, wel heel kom. Gast, je hebt jouw handen dit niet doe je niet. Gemassen. Ja, het wordt niet meer gebruikt, het is al klaar. Je hebt het wel gebruikt, zei hij net. Dan leg ik hem hierheen als... Zo, wel lekker trouwens. Ik heb direct hierin. Dat is niet te beschrijven. Hoe gaan we bepalen wie de eerste hap mag? Gewoon degene met het meeste geld. Oudste eerst. Yeah. Oudste eerst. Je moet respect hebben voor de ouderen. Ja, nou, dat ken ik, dat verhaal. Het lijkt wel gewoon een beetje op. Een Big Mac, hè? Nee, midden saus een beetje op. Stroop. Precies, wat ik wilde zeggen. Ik kom er niet laat, jongens, sorry. Waar is de kok? De kok staat nog steeds hier, de kok. Het COCK. Jij weet toch ook echt dat je alles beter kan? Ongelooflijk. Hij geeft het aan mij, ik zeg het niet. Geef aan mij, ik kan het beter. Voor mij zei hij net, geef aan mij, ik kan het beter. Ja, dan moet je dat nou toch niet inknippen? Oh. Ik weet ook helemaal niet hoe dit moet, joh. Je moet er maar onder en dan wippen. Ik denk dat het veemoedig is. Dit is pas grappie. Plakbandje losmaken. Oh. Ja, hij heeft wel voorwerk gedaan. Even een applaus in de zaal. Ja. Uit het potje. Ja. Hier wordt toch zo bloedgeil van, joh. Wat is dit voor raar? Tequila? Potverdomme. Oh, dit is echt. Nou, je gaat even een half uur van genieten. Nou, ik wil niet zeggen alsof hij bepaald iets aan het doen is, maar... Ja. En nou smoken. Smoke in the house. Don't worry. Dat is hem. Woehoe! Daar hebben we wat voor. Gefeliciteerd. Ik ga het door. Alsjeblieft, hè. Hey, let's go, man. Hey. Dan zijn we er klaar voor. Epische muziek, ja, man. Ja. Let hem op. En hou de knets weg. Oh, wat zon. Ik bedoel... Oh. Jij hebt een grote wond, jij kan zo in één hup. Dit kan je al niet in één keer in je bek. Nee, ja, ik klim er wel. Een burger kan je ook niet netjes eten, hè? Dus dat mag ook gewoon. Oh, daar gaat hij. Ja. Oh, wat lekker zeg. Ik had dit net al van. Dit is echt heel lekker. Dit is echt heel lekker. Dit is echt lekker. Zo. En neem ook een chunk. Kijk dan, gouden handjes hier. Ben jij niet een hapje met extra caviar? Wat proef je? Wat doe jij nou, jongen? Oh, er zijn te veel smaken tegelijkertijd om zo te kunnen duiden wat het is. Hey, ho! Hij krijgt tikkie zo. Hij choept hem, hoor, heerlijk. Die kaas is goed, joh. Ik wil even een stukje met die uieringen en zo. Nee. Oké, dan neem ik het niet. Ik moet zeggen, dit is wel de lekkerste burger die ik ooit heb gegeten. Ik voel me bijna zo bezwaard om veel van te eten, weet je wel. Heb je dat ook? Nee. Oh ja, maar ja, dat komt natuurlijk vanwege jouw dieet. Maar nu zit er geen vlees meer. Nou, dan hoef ik het niet meer. Ik deed statief, want die kunt niet aan dat vlees al zitten eten. Wat een bullshit! Ik al mijn bakje op, man. Oeh, jij nog wat misschien? Nee. Oké, mooi. Ik ben een tevreden man. Mag ik even iets zeggen? Nee. Ja, maar ik durf geen hap meer te nemen, want dan wordt er weer gezegd dat ik super dik en hard zou hebben. Hebben we allemaal ingestemd dat jij die laatste hap had. Jullie echt dat ik dat... Maar er is nog niet één hap nog? Dit is nog niet één hap? Ja, wel. Oké.
Hij is op. Ja hoor! 5000 euro! Neem die maat op! Nou, check, dit ligt hier nu gewoon nog. Dat is nog hartstikke veel en lekker. Dus Rob, als jij nou even met je mond... Ja. Als jij nou even... Ja, doe ik dit. Ik heb er maar gewoon echt oprecht van genoten. Had helemaal gesmaakt, heren. Ja, was gek. Wat kost dat eigenlijk, die burger? Ja, dat is nou het leukste moment voor mij natuurlijk. Het genot van de klant, dat vind je niet het leukste moment. Milo, ja, wat? Je hebt het meeste gehad, dus jij betaalt. Dat is denk ik echt niet waar. Gaat het met z'n allen betalen, lijkt mij. Moet ik in mijn eentje betalen, voor jullie. Ja, alsjeblieft. 5000 euro! Hij is de water vergeten. Nou, ik ben in ieder geval blij dat mijn laatste maaltijd van deze maand wel lekker was. Voor mij ligt er wat naast je, Milo. Hey, kijk eens! Kijk eens even! Deze stapel is bijna hoger dan die burger. What the fuck? Wacht, ik tel hem even nou. 20. 40. Many months later. Nou, kijk eens aan. Nou, ik ga het zien hoor, jongens. Mensen! Goed ding.